Frans, alles goed met jou? Alles gaat supergoed. Ik heb al meteen een verrassing voor je. Een lekker paaseitje, want het is bijna paas. Dus kies maar uit. Ik mag er eentje uitkiezen? Ja. Nou, dan pak ik deze roze. Alsjeblieft, kan je even de paaseitjes wegzetten? Paasei hoort erbij. Daarom. Welkom in Antwerpen. Antwerpen is jou niet onbekend natuurlijk. Ben je weer blij om hier te zijn? Hartstikke blij, want ik ben eigenlijk een periode toch wel een tijd niet in België geweest. Heel veel dingen achter de schermen gedaan, programma's gemaakt, gewerkt aan een nieuw album, aan nieuwe ideeën. En Antwerpen is voor mij toch wel een soort bakermat, hè? De plek waar zo'n beetje mijn carrière een beetje begonnen is. In het Elisabeth Theater en natuurlijk later naar het mooie Sportpaleis. En zoals nu komen de periode in de Stadszaal. Dus ja, ik ben er wel klaar voor om weer Antwerpen te bestieren. Sowieso. En ja, drukke periodes, heel drukke periodes. Je hebt veel werk, ook die Tour France. Vertel eens erover. Nou, heel veel leuke dingen op het moment. Bezig met Tour de France. Een concerttour die tot en met juni loopt in Nederland en ook nog naar Vlaanderen komt. We komen in Antwerpen, Hasselt, Oostende ook nog. Aan de andere kant ook op televisievlak heel erg druk met nieuwe programma's. Op dit moment is net Frans Bauer in Amerika op de televisie. Het nieuwe album wat net uitgekomen is met de titel Levenslied. Een nieuwe single die ook weer enorm goed doet. Dus ik ben eigenlijk, als ik zo alles even achter elkaar even oprul, best wel een hele drukke Nollander. Maar leuk toch, hè? Je bent bezig, heel gezellig. En werk, het is geen werk, het is meer een sport, hè? Nou, het is nog niet eens een sport. Het is echt een uit de hand gelopen hobby. Het bijzondere is, ik ben bijna 25 jaar artiest. En ik zie het nog steeds als mijn hobby. En ik denk dat dat op zich al heel bijzonder is. Dat je zegt van ja, ik ga met plezier elke dag op pad. En ik zie het niet als werk of zo. Dus hier ook weer vandaag, daar waar we zijn. Het is gewoon denk ik heel bijzonder ook dat je zanger mag zijn. En daar geniet ik dan ook echt van. Pasen. Hoe ervaar jij Pasen als kind vroeger? Pasen, dan denk ik Frans aan paaseieren. En ik denk aan paasontbijt. Mijn moeder die maakte vroeger altijd met Pasen een prachtig ontbijt met gekookte eitjes, met lekkere snijwaren. Echt zo'n ouderwets gezellig Pasen. En daar denk ik dan aan. En als het ontbijt dan op was, gingen wij buiten, gingen wij paaseiken zoeken. Die had mijn vader dan verstopt. En die gingen wij dan overal bij elkaar rapen. En zo is dat, zo is dat paasgevoel voor mij eigenlijk. En nu, hoe vier jij nu Pasen? Ja, zeker heel druk, dus je kan echt meer dat ontbijt doen. Vergis je niet, Pasen is voor ons wel heel belangrijk. We vieren ook dat eerste paasdag, doen we ook traditioneel met een paasontbijt. De kleinste die is nog steeds een beetje in de situatie dat hij denkt dat de paashaas rondloopt. Dus ook wij doen nog steeds wat paaseikers verstoppen. Maar voor de grote kinderen, die vinden alleen het paasontbijt natuurlijk leuk. Maar ja, ik vind het wel leuk om met het gezin dingen te doen. Dus ik vind dat wel belangrijk. Een paasboodschap doorgeven aan alle lieve mensen in Antwerpen. Ja, zeker. Ik wil bij deze alle mensen uit Antwerpen een hele fijne Pasen wensen. En bovenal heel veel gezelligheid en gezondheid toewensen. Doeg! Super, dankjewel Frans. En nog heel veel succes vanavond. Bedankt. Alsjeblieft.